Op het gemeentehuis van de Ronde Venen liggen sinds kort zonnepanelen. Wethouder Molenburg maakte dat eind vorig jaar bekend tijdens een evenement op het Raadhuisplein. De gemeente probeert zo een goed voorbeeld te geven. De zon is gratis. Het is goed voor het milieu om met zon energie op te wekken. We hebben de ruimte hier op het dak. Dus we hebben gedacht, laten we hier in ieder geval de ruimte zodanig benutten dat we die panelen neerleggen en op die manier een deel van onze energie kunnen terugwinnen. Op het dak liggen 36 panelen. Daar kan in de toekomst nog zo'n aantal bij. Dat levert stroom op wat te vergelijken is met het jaarlijks verbruik van 2 huishoudens. Dus het is een klein deel wat van onze eigen energievoorziening hier kan draaien. Maar we willen het ook een aanzet laten zijn om ook een voorbeeld te geven voor onze eigen panden. Want we hebben natuurlijk ook nog sporthallen, we hebben overal in de gemeente nog capaciteit. Maar ook voor bedrijven hier in de omgeving die allemaal capaciteit op hun dak hebben om panelen neer te leggen. Om te laten zien hoe makkelijk het is en hoe goed het kan. De 36 panelen kosten zo'n 13.000 euro en hebben een terugverdientijd van 10 jaar. Maar je energierekening gaat natuurlijk al wel meteen met een behoorlijk bedrag omlaag. En aan de ene kant is het een investering. En aan de andere kant levert het natuurlijk ook gewoon de gemeente en dus de inwoner geld op. Omdat we minder energie hoeven in te kopen. Als het aan de wethouder ligt, legt binnenkort iedereen zonnepanelen op hun dak. Ja, ik zou zeggen, reken uit wat je met je geld kan doen. Als je het op een spaarrekening zet, dan krijg je er op dit moment niks voor. Op het moment dat je het in aandelen steekt, dan weet je niet wat er met die markt gebeurt. Dus steek het gewoon in zonnepanelen. Dat levert gegarandeerd een heel goed rendement op en is ook nog goed voor het milieu. Mocht je benieuwd zijn, voor de deur van het gemeentehuis kan je in de gaten houden wat de panelen opleveren en hoeveel CO2-uitstoot daardoor is bespaard.